Een grote brand in Uden heeft een woning in de as gelegd. Het vuur ontstond in de nacht van zondag op maandag in een huis aan de Vijfhuizerweg. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, omdat het in eerste instantie onduidelijk was of er nog mensen binnen waren. Uiteindelijk raakte niemand gewond. De woning is wel flink beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.